wij hebben al maanden geleden vanuit onze achterban verhalen gehoord over fraude in de zorg. Over mensen, het zijn vaak kwetsbare mensen die onder druk worden gezet om te ondertekenen voor het hebben ontvangen van zorg. Maar krijgen die zorg dan niet en zijn vaak te kwetsbaar om daar ook tegenin te gaan. Maar ging dat ook over de zorgaanbieder, de zorgdrager? Het ging Want anders over is het zo'n algemeen verhaal, hè? Ja, maar dat klopt ook. En dat is ook waar onze vragen over gaan. Wij zeggen, het is op dit moment zo, we hebben een Arnhemse site, zo doen we het in arnhem.nl. En daar kan je je als aanbieder aanmelden zonder enige toetsing. En dat betekent dat, dat er sprake is van de mogelijkheid van fraude. Het wordt dus heel groot gemaakt hierdoor. Daardoor vallen mensen in de handen van organisaties die het te doen is om het geld. En inmiddels wordt er ook gesproken bij de VNG over criminele netwerken die complete instellingen beheersen. Nou, dat is niet zo best. Je zou toch denken dat zorgverzekeraars, die, noem ze allemaal maar op, dat die onderzoek doen. En de inspectie van de gezondheidszorg, dat die daar ook onderzoek naar doet? Als het zo is dat de cliënt gewoon keurig ondertekent dat hij de zorg heeft ontvangen, hoe moet men dan daarachter komen? Vandaar dat wij ook zeggen, ik heb hier eerder al de wethouder op aangesproken, wat doen wij als gemeente om dit nou te controleren? Nou, toen was het antwoord heel simpel, niets. Oh. We doen niets. Okay. Je kunt wel degelijk dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld een anoniem meldpunt kan je aanbieden. Je kunt enquêtes steeksproefgewijze houden onder cliënten. Dus je kunt absoluut dingen doen. Maar tot nog toe... Maar u vindt dat de gemeente dat had moeten doen dan? Ja, want de gemeente huurt de aanbieders in. Ja. En de gemeente heeft dus ook een site. En dus zo doen we het in arnhem.nl. Mm-hmm. Waar aanbieders zich mogen aanbieden. En marktwerking is natuurlijk altijd een heel gevaarlijk verhaal als je dat zonder controle loslaat op kwetsbare cliënten. Mensen met psychische problemen, mensen met lichamelijke problemen. Die komen gewoon in de tang van mensen die het slecht met ze voor hebben. En natuurlijk zijn er fantastisch goede zorgaanbieders. Maar er zijn dus criminele netwerken die hier steeds meer brood in zien en die dit aan het sturen zijn. Het is zo makkelijk om te frauderen. Ongelooflijk. En uw partij Arnhem Centraal, wat wil die daaraan doen? Behalve vragen stellen aan het college dan? Wij gaan in ieder geval dit aankaarten. Aangeven dat er nu ook concreet iets gebeurt wat wij al maanden geleden hebben gesignaleerd. En dat heeft u toen ook gemeld bij het college? Ja, wij hebben naar aanleiding van meldingen die wij kregen van via mensen die zelf in de zorg werken en die dit constateren. En die kwamen bij u met de klacht en niet bij de gemeente? Ja. Die zijn niet naar de gemeente toe gegaan. Kijk, het is allemaal heel kwetsbaar. Want het zijn mensen die bijvoorbeeld bang zijn hun baan te verliezen. Dus die durven niet zelf de kattenbel aan te binden. Mm-hmm. Want ze zijn financieel afhankelijk van zo'n instelling waar ze werken. Dus wat dat betreft zijn wij blij dat dit nu bij de zorgdrager boven water lijkt te komen. Ja. Omdat dat dan eindelijk dat handvat kan geven. En als ik het zo hoor, dan kan het nog wel het puntje van de ijsberg zijn. Dat vrezen wij wel. Goed, u heeft het in ieder geval goed duidelijk gemaakt. U gaat vragen stellen aan het college. Dat zal aanstaande maandag zijn. En dan wachten wij met z'n allen het antwoord af. En dan spreken wij u graag weer volgende week. Ja.